Hoi, Dolly, we zoenen later wel. Kom op. Vandaag is de dag dat ik weer wat bijzonders mag testen, want het is tijd voor een nieuwe Leuk of Meuk. Het is echt flink takkenweer buiten en wat kan je dan beter doen dan iets bijzonders testen. Dus vandaag heb ik voor jullie de smartphone projector. De naam van dit ding, dat zegt eigenlijk al genoeg. Het projecteert je smartphone op de muur. Hier ben ik echt onwijs benieuwd naar. Deze kun je kopen op ditverzinjeniet.nl voor €24,95. Maar zoals altijd kun je alles wat ik ga testen nalezen in de beschrijving. Dus hoe duur die is, wat het is, waar het vandaan komt, et cetera, et cetera. Dus dat staat altijd in de beschrijving, want ik krijg nog heel veel vragen in de reacties. Waar heb je het gekocht? Hoe duur is het? Jongens, het staat altijd in de beschrijving. En ik moet zeggen, de verpakking ziet er wel al heel erg luxe uit. Eerlijk is eerlijk. Lekker popcorn erbij. Nou ja, dat hopen we uiteindelijk. Zoals ik het hier zie, lijkt de verpakking al het apparaat te zijn. Dus je hoeft zeg maar alleen dit klepje te openen of zo. Dat is wat ik denk. Daar gaan we straks achter komen. Dit is hoe het werkt. Je moet je smartphone erin zetten. En dit zijn de afmetingen van je smartphone. Ik heb een iPhone 5C. Dus ik hoop maar dat dat past. Dit is wel duidelijk een iPhone. Tenminste, dat lijkt mij. Dus ja, ik hoop eigenlijk wel dat ik goed zit. Want anders ben ik de Sjaak en dan kan ik het niet goed testen. Maar ja, ik heb er wel alle vertrouwen in. Watch films and footage on your phone when you can't go hands-free. 8x magnification. Get more from your mobile movies with the original lo-fi do-it-yourself smartphone projector. Oh, het is een soort van do-it-yourself. Weet ik veel. Dit wordt nog wat, jongen. Oh nee. Maar ja, ik ga nu gewoon alles klaarzetten en eens kijken hoe dat ding werkt. Of het werkt en of het natuurlijk gewoon een verrijking is in je leven. En of het een leuk of een meuk is. Maar voordat ik dat ga doen, ik zit bijna bij de 100.000 abonnees. Dus wil jij deel uitmaken van Onne Familie, abonneer dan zeker eventjes op mijn kanaal. En geef natuurlijk alvast een leuk voor deze video. En druk op het duimpje omhoog hier beneden. Oké, let's go. Leuk of meuk? Oké, ik heb hem hier en volgens mij is dit de enige bedoeling. Gewoon zo openmaken. Oh jee. Nee, een heel fucking bouwpakket. Oh mijn god. Oh shit, dat had ik echt niet verwacht. Kijk. En ik heb lijm nodig. Oh god. Oh, ik heb geen lijm, jongens. Ik dacht gewoon dat het heel makkelijk was. Nou, oké. Nou jongens, ik zat dus eventjes in de stress. Omdat ik hier zeg maar van alles nog moet doen. En dat had ik dus echt totaal niet door. Maar ik heb nog plakrondjes. Ik heb geen superlijm, maar deze plakrondjes zijn enorm stevig. Dus daar zouden we wel gewoon verder mee moeten kunnen komen vandaag. Ja, en hier staat eigenlijk gewoon een hele gebruiksaanwijzing voor wat je moet doen. Hij moet nog helemaal in elkaar worden gezet. Oh, dit is het doosje in de doos. En dit zakje komt er nog uit. Het is de lens. Allemaal lenskapjes. Oh mijn god. Oh. We gaan maar gewoon beginnen bij stap 1. En dan moeten we dit gewoon gaan uitvouwen. Nou, we gaan het eerst maar gewoon eens aan elkaar vouwen, want ik heb eigenlijk niet echt een idee hoe of wat. Het is best wel een onduidelijke beschrijving, moet ik zeggen, nog wel. It's good. It's a school though. It's a school though. It's not-
Oké, jongens, bloed, zweet en tranen, maar hij zit in elkaar. Het was wel eventjes zoeken en pielen en puzzelen, maar uiteindelijk is hij gewoon in elkaar gezet. En hij ziet er gewoon best wel heel erg fancy uit, zeg zelf. Vormgeving is gewoon super leuk. Het lijkt net gewoon een hele oude camera. Dit is dus de opening waar je je smartphone in moet doen. Je moet het beeld roteren naar 180 graden, dus dat betekent volgens mij dat die op zijn kop moet worden afgespeeld. Ik weet het niet zeker. De helderheid moet op 100%, dus dat ga ik meteen maar even instellen. Jongens, ik heb het helemaal donker gemaakt, want om een projector te gaan proberen in het licht, dan weet je sowieso dat het gaat falen. Het is hier nu zo donker mogelijk, alles is dicht, maar mijn huis is gewoon heel erg licht. Dus mocht het straks niet gaan werken, dan wacht ik gewoon totdat het straks helemaal donker is. En dan ga ik het gewoon nog een keer proberen. Je moet een video op gaan zetten en die moet je op zijn kop laten afspelen. En in de gebruiksaanwijzing staat hoe je dat helemaal moet instellen. Dan leg je hem hier op dat plakrandje wat erin zit. Dan doe je hem dicht. Is het laten smelten omdat je handen warm zijn? Doe ik wel even het geluid uit, want ja, dat hebben we toch niet nodig. Dan schijn je hem op de muur. Het moet ongeveer een afstand zijn van 1 à 2 meter. En je kan scherpstellen door dit te doen. Of door de lens naar voren of naar achter te schuiven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nee, ik zie al. Ik zie hier wel wat gebeuren. Ik weet niet of jullie het ook zien. Ja, het is denk ik gewoon niet donker genoeg hier. Helaas. Ja, jongens, ik ga hier verder niet mee door. Want ik zie gewoon al dat het niet donker genoeg is om de projector te testen. Ik ga gewoon echt wachten tot vanavond. Het is wel heel grappig trouwens. Je ziet mezelf nu hier. Om het nou nu verder te gaan testen terwijl het te licht is, dan weet ik nu al dat het niet gaat werken. Dat vind ik niet eerlijk voor de beoordeling die ik uiteindelijk moet gaan geven. Dus we wachten even totdat het lekker donker is en dan gaan we gewoon verder met de test. Dus tot zo. Nou jongens, we zijn inmiddels al heel wat uurtjes verder. Het is donker. Ik heb net proberen een stamppot te maken, maar de spekjes waren verbrand. En het stinkt hier helemaal naar vieze aangebrande spekjes. Echt super vies. En Dolly komt gezellig kijken. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Oh, oké, ja, dat kan. Hè? Maar dan gaan we kijken of de smartphone projector ook daadwerkelijk werkt. En of het natuurlijk een leuk of een meuk is. Dus ik ga nu het licht uitdoen. Super spannend. En ik ben super benieuwd ook wat we hier straks te zien gaan krijgen. Oké, het licht staat uit. Hij staat nu op zijn kop. Dan zetten we de smartphone in het boxje. Oh, kijk. Dat is wel meer dan eerst. Oh, ik zet nog het laatste lampje uit. Oké, jongens, ik hoop dat jullie dit een beetje kunnen zien, maar dit is mijn muur. Dit is mijn filmpje van Leuk of Meuk. Ik moet zeggen, hij is niet heel erg licht. Maar ik vind het wel heel erg grappig dat dit uit dit boxje komt, uit mijn smartphone. Of een meuk. Ja, hij is natuurlijk prijzig. Een navulling is duur. Geeft de Unbelievable een hele dikke vette leuk. Hij maakte zulke grote bubbels. Het is inmiddels alweer een dagje later, want ik dacht, ja, ik wil mijn beoordeling eigenlijk wel gewoon geven als het weer licht is. Dolly, wat ben je mooi. Wat ben je toch mooi. Maar ja, het is dus tijd voor mijn oordeel. Wat vind ik van de smartphone projector? We pakken hem maar gewoon even bij. En hier is die dan. Wat vind ik ervan? Is het een leuk of een meuk? Deze vind ik enorm lastig, want het is hartstikke leuk. Het do-it-yourself project is leuk, maar heb je het echt nodig? Is het echt iets waarvan je denkt, dit ga ik echt gebruiken als ik op de bank zit? Is het dan niet gewoon beter om zo te kijken of gebruik ik dit? En als ik dan heel eerlijk ben, ik zou dit niet gebruiken. Hij is niet licht genoeg, het moet pikken donker zijn in huis. En dan nog schijnt hij niet heel erg helder op je muur. Niet helder genoeg om echt van je video, van je filmpje te genieten. Nee, gewoon nee. Ik weet niet, het is heel leuk bedacht, het is heel leuk vormgegeven en het projectje is leuk. Het is sowieso wel leerzaam voor iemand om te laten zien hoe zoiets werkt. Het is een leuk experiment, maar je hebt het niet nodig en het is ook niet dat ik denk, wat werkt het ontzettend goed. Dus, de smartphone projector. Nog één. Oh, snot. Overal snot. Ul. Maar ja, de smartphone projector. Wat vind ik ervan? Is het een leuk of is het een meuk? Voor deze aflevering van deze Leuk of Meuk van de smartphone projector geef ik deze toch
een meuk. Ik vind het wel een twijfelachtige meuk. Het is niet dat ik denk een hele dikke meuk, maar ik vind het ook weer niet echt een leuk. Want het is een leuk projectje. Het is ontzettend leuk om uit te proberen een keertje. Maar het is toch wel €25 wat je eventjes leuk voor een keertje proberen uitgeeft. Misschien dat iemand anders het wel anders ziet dan ik. Want het kan voor iemand anders weer heel leuk zijn. Dat iemand denkt van, oh, dit ga ik echt wel vaker gebruiken. Maar in mijn situatie, mijn persoonlijke mening, geef ik het een meuk. En ik weet niet hoe het voor jullie zit, want het is wel echt een leuk dingetje. Dat ga ik niet ontkennen. Het is leuk vormgegeven. En ik geef deze meuk dan ook een beetje met pijn in mijn hart. Vind jij de smartphone projector nou wel helemaal het einde en wil jij het proberen? Ga dan naar de beschrijving. Daar staat in waar je hem kunt kopen en alles omheen. Dus dan weet je dat. Ja, en verder gaan er hele leuke dingen aankomen, jongens. Ik ga volgende week naar Ibiza voor een Leuk of Meuk aflevering. Leuk of Meuk Goes Extreme, jongens. Super cool, toch? Waarom zit je mij constant kusjes te geven? Geen pauze, niks. What the fuck? Laat mij weten wat jouw mening is over de smartphone projector. En wat ik de volgende keer moet gaan testen. En geef mijn video natuurlijk wel even een leuk. En druk op het duimpje omhoog hier beneden. En abonneer natuurlijk altijd op mijn kanaal. Nou, wij gaan er vandoor. Dolly en ik gaan lekker knuffelen. Want ze wil niks anders dan dat. Hè? Ik zie jullie aankomende dinsdag weer met een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!